alles stond klaar om hier de feestelijke opening te houden van Festival Boulevard op het terrein van de Heus. Maar asbest gooide op de valreep roet in het eten. Geslikt heb ik en gezucht. En daarna hebben we vooral snel vooruitgekeken. De organisatie stond 24 uur voor de opening voor een groot probleem. Om 5 uur gistermiddag werd bekend bij ons dat dit aan de hand was. Om 8 uur was er een persbericht. En vanaf 9 uur was mijn mailbox vol, mijn telefoon vol met allemaal mensen die hulp en handen, locaties aanboden. We kunnen niet dat plein op een andere plek leggen, dat gaat zo niet. Maar we hebben er wel voor gezorgd dat we een groot aantal van de voorstellingen allemaal door kunnen spelen. Vanaf zondag zijn er dus bijvoorbeeld voorstellingen bij het Maria Paviljoen van het voormalige grootzieke gasthuis en in deze oude garage. De officiële opening werd verplaatst naar dat andere plein van het festival, de Parade. Heeft u er zin in? Ja, ik wel. Ja. Ja, gaat u vaak komen, denkt u, de komende dagen? Ik wel, want ik ben vrijwilliger hier. Oh. Van begin tot eind, alles. Theater, de voorstellingen, hier een beetje hangen, een beetje drinken, alles is leuk. Mijn zuster heet op. Kijk, die danst. Ja. Dansen het een beetje. Ja, heel goed. Ja. Beter dan jij? Ja, veel beter.